Ex on the Beach. Ik weet niet wat het is, maar op een of andere manier heb ik het idee dat het steeds gekker wordt. En als je dacht dat Temptation Island ernstig is, oh wacht maar, tot je Ex on the Beach gaat zien. Vandaag gaan we het kijken. Mocht je dit nou kijken en denken, nou, fucking leuk, dan kun je me ook volgen op TikTok. Ik doe dit. En ook dit. Gewoon vrijwel alles wat iedereen doet. Hoe kan het dat er mensen zijn die 3 keer zoveel volgers hebben dan ik en die zulke TikToks maken? Ik heb nog frietjes voor je. Dat je echt niet hoeven doen. Er zit niks in, Glenn. Vorig jaar wilde ik 1 miljoen abonnees halen. Dit jaar wil ik Glenn volgen. Glenn Fontijn, I'm coming for you. Oké, we gingen Ex on the Beach kijken. Mocht je je afvragen waar het over gaat, laten we even snel aflevering 1 bekijken. En de introductie waarin de voice-over uitlegt wat er gaat gebeuren bij Ex on the Beach. Dat is van korte duur. Want de gevreesde Tablet of Terror. Sta je dan in de supermarkt met je pak melk en dan staat er iemand voor je in de rij en die zegt: mag ik een tasje erbij? Of ik wil graag binnen contactloos. Oké, kinderen, luister goed. Geschiedenisles 1.0. Vroeger had je de Romeinen, toen kwamen de nazi's, toen was IS, toen daarna kwam het coronavirus. En tegenwoordig heb je de Tablet of Terror. Een tablet met een hoes. Doodeng. Ik dacht dat Ex on the Beach zo moeilijk ging zijn. Lang verhaal kort. Geile mensen op een eiland. Soms komt er een ex. Er wordt geneukt. Oh. Er wordt gevochten. Let's fucking go, papies. Onze eerste sexy single is de 26-jarige Levi. Ik ben echt strijder. Dit heb ik voor mezelf gehaald. En deze strijder is niet alleen met, maar ook tot zijn tanden goed bewaard. Hoezo deze lengte? 23. Ja, 23. Ja. Yo, ik ben Levi. Ik hoef niks over mezelf kwijt. Alleen dat ik een lul heb van 23 centimeter. En dat is het. Nog een deelnemer. Dante. Een beetje type Barbie pop. Een beetje opgezet. Blonde haren. Fake borsten. Fake lippen. Een beetje botox. Fake borsten. Fake lippen. Een beetje botox. Als je een Barbie pop vindt, ja, dan is ze van ik. Totdat er een andere Barbie pop verscheen. What the fuck? Hallo, deze Barbie pop, ik heb gevonden. Hij is van ik. Hij is sowieso van ik. Van iemand anders, hij is van ik. Oh gast, die was ik al kwijt. Mag ik hem terug? Hij is van ik. Hij is van ik. Hij is van ik. Ik probeer ook Belgisch te praten. Ik kan helemaal geen Belgisch, gast. Fake borsten, fake lippen, een beetje botox. Hoezo klinkt Belgisch zoveel als Gronings? Fake lippen, fake borsten, een beetje botox. Het naaste van zulke soort introducties vind ik altijd dat ze van die shots gebruiken. Dat, nou ja, kijk maar even. Als ik in de villa een Barbie pop vind, ja, dan is ze van ik. Zag je dat? Zag je wat daar gebeurde? Ik zag wel wat daar gebeurde. Wordt gewoon een beetje misselijk. Ik heb 3 Egyptische honden op mijn rug. Ja, wat noemt hij weer? Deze gast heeft Egyptische goden op zijn rug. Hij weet gewoon niet wat het is. Hij heeft gewoon zo'n schijt. Hij denkt, zet maar gewoon Egyptisch erop. Maar niet juist, mooi. Ja, ik heb hier dit is een auto. Oh nee, wat was het ook? Een chandeertrekker. Dit is een wie is een flikker ninja? Goed, de introducties laten we even voor wat het is. Komt er gewoon op neer. Gewoon gespierde gasten, knappe vrouwen. Er gaan 2 op date. Ik vind hem sowieso wel echt de knapste van alle 4 mannen. Eerlijk, Lin is gewoon wel nice, toch? Wil je een broekje uitmaken, dan kan ik de rest. Klinkt ook gewoon vies. Ik vind het zeker een heel mooi meisje, maar een mooie figuur. En dat spreekt me al zeker aan. Ik vind ze wel een mooi meisje met een mooi figuur. Ja. Ja, kontje zit er wel goed uit, ja. Zou ik wel eens willen stoten. Hoe kun je zo serieus dit zeggen? Kontje ziet er goed uit. Ik zou zoals. Kontje ziet er goed uit, ja. Ik zou wel eens willen stoten. Laten we gewoon even rustig kijken. Zonder spanning, zonder schrikmomenten. Gewoon chill even Ex on the Beach kijken. Maar er is iemand met een nog veel groter ego. De Tablet of Terror! Een tattoo tablet! Het is alsof er een anaconda binnenkomt zo. Oh nee, nee, ik wil niet, nee! Het is een
fucking tablet. Zeg maar, de eerste keer Tablet of Terror, een chick gekozen die niet kan lezen. Fysieke chemistry. Kunnen we even normaal doen? Er komen dus exen uit de zee. Aangespoeld worden ze. Door de woeste vrouw genaamd de oceaan. Zoals wij in Brabant noemen, ferme jongens. Hij draait er niet omheen, deze knappe versie van mij. Die waarschijnlijk net zo oud is als ik, maar hij lijkt volwassen en ik niet. Evan? Die is voor jou. Vraag me dan ook altijd af hoe die exen uit de zee komen. Ze kunnen niet daar wekenlang chillen in een kooi. En dan als het zover is, dan dat ze naar buiten mogen. Zo, oh ja, nu mag ik eindelijk. Dat kan niet. Het gaat waarschijnlijk gewoon op deze manier. Oké, deelnemers, even ogen dicht. Oké, ex, ga maar onder water. Oké, deelnemers, ogen open en ex, kom maar naar boven. Oh my god. We zijn aangekomen bij de allereerste ruzie. Hoe kan ik zeggen? Ik denk dat die niet eens met mij is, maar kom op, je bent hier 2 dagen, dus hoe kun je een klik hebben meteen? Je bent hier 2 dagen, hoe kan je meteen gewoon huilen? Ik vind het zo knap, ze weten altijd mensen te vinden die gewoon emotioneel zo op die afgrond al staan. En als je gewoon 1 keer ze even in een huis stopt, dan na een dag zijn ze gewoon... Er kan maar 1 ding gebeuren als we even weer tot een chill modus komen. De anaconda van deze tandhoes. De Godzilla, de King Kong van deze toren. De genadeloze tablet of terror. Paniek! Het kan niet zo zijn dat die tablet zoveel lawaai maakt. Dat al deze mensen zo dat kan niet. Waarschijnlijk staat er gewoon een van de productiemedewerkers met een megafoon. Oké, allemaal paniek! Iedereen rondrennen! Iedereen... Ik wil prima met jou praten, maar laat me dan ook uitpraten. Doe dan, ik wacht. Nee, maar langs die camera. Doe maar. Jij? Ja, ik wacht toch. En als iemand op mij zo wacht. Oké, prima. Einde gesprek. Ik wil prima met je praten, maar dan moet je me laten uitpraten. Oké, praat dan. Einde gesprek. Wat is dit? Ik val van de ene verbazing in de ander. Het mooie is gewoon, we zijn letterlijk begin aflevering 2. Dit format is geweldig. Volgens mij komt er seks. Oh. Hoe kan je zo een show editen? Maar goed, waar ik niet zo goed tegen kan is dat die Dennis met Olivia seks heeft gehad. En dat we 3 shots zien met een konijnengeluidje eronder. En daar moeten we het dan maar mee doen. Ja, ik geloof het niet. Ik moet even weten hoe dat gegaan is natuurlijk. Yo! Yo! Ik lag maar even in bed, man. Ik dompel mezelf even onder in de wondere wereld van Ex on the Beach. Ik heb gewoon een vraag. De Tantu tablet. Het kan niet zijn dat die tablet zo hard is qua geluid. Nou ja, dat is die echt wel. Nee, maar jullie schrikken. Oh! Maar sowieso staat er iemand met een megafoon. Ja, alle paniek. Nee. Wat het is, ze leggen hem gewoon stiekem neer zonder dat je het doorhebt. Dat is geen gat. En dat geluid staat gewoon aangesloten op de muziekinstallatie door de hele villa. Hoort hem wel echt vol gas gewoon gaan. Ik ben nu bij het stukje dat Dennis en Olivia het bed delen. Kijk jou opzij. Ja, ik kijk even naar Olivia. Is Olivia daar? Ja. Wil je zo wel even weer? Ik ga verder even kijken. Oké, doei. Dennis en Olivia zijn gewoon nog samen. Het lastige aan deze show is dat er altijd weer nieuwe mensen bij komen. Dus nu zie ik weer iemand, die heet Laurens, maar het is een vrouw. En er is het sperma van vissen. En hetzelfde geld ben je dadelijk gewoon zwanger door een vieze vis. Wat is dit voor logica? Luister dan. Vorige week, mijn buurvrouw bevalt van een vismens. Een vens. Een klein vensje. 3 keer raden had ze 9 maanden eerder in de zee gezwommen. Ik zeg, kom op dan. Als ik Laurens hier een schaars kleding zie rondlopen, luister, dan begint bij mij natuurlijk ook een aantal dingen te groeien. Snap je? De volgende scène noem ik ook wel Olivia is op date, dus Dennis heeft vrij spel. Sexy time! Wacht even, wat was dit ook voor shot? Hier. Eerste pijl is voor Tessa. Hier zo onder in beeld, gewoon als je echt zo goed kijkt, zo, dan zie je wat. Dit is niet wat ik wil zien. Nou, daar zijn we wat vrouwen bijgekomen en de volgende scène noem ik
ruzie. Liefdesvlak is hij gewoon niet voor mij. Je komt niet in dit programma voor de liefde. Jij bent verliefd op mij. Nee, ik ben niet verliefd op jou. Wat dan? Ja, gewoon gevoelens. Ik ben... gewoon! Ah! Wat doe je nou moeilijk? Wil je gewoon... Snap je? Ik zeg je eerlijk, ik vind je niet de knapste. Oh, dank je. Ja, boeien. Wat is dit voor weird-ass tactiek? Ik heb gevoelens. Ik wil ook geen relatie, want ik vind je niet eens de knapste. Hoe verpest je het voor jezelf in één stap? Ik wil weer naar Dennis. Dennis is mijn Brad Pitt van deze show. Ik wil alleen maar naar hem kijken. Olivia is mij verloren, ik ben haar niet verloren. Dat je het even weet, oké? Okay? I'm Dennis, and I don't give a fuck. Want ik maak al die chicks hier al helemaal gek. En eindstand win ik gewoon. En zo eindigt deze nacht in de hel. Ja, is goed. Dennis doet hier een goedmaaksessie met Olivia. Gaat hij nog even naar Laurens. Ja, ik weet dat ze Laurens heet, maar ik noem gewoon Laurens, want dat lees ik. Kijk, Dennis, Olivia, dan Laurens en dan Tessa. Op één fucking avond. Ik vind het serieus knap. Zijn we, jij moet marathons gaan lopen, man, want jij bent echt snel. Ik kan echt te vetten, man. Nou ja, mijn complimenten. Het ging zo snel, jongen. Pop, pop, pop. Dan moet je nog maar even doorkijken, hoor. Ik ben nog maar bij aflevering 4, joh. Ik denk dat ik een deel 2 moet maken van dit. Ik spreek je later. Ik ga het gewoon doen. Ik vond het zo nice en ook zo vermoeiend. Dus ik moet even kappen. Ik ga het gewoon zeggen. Fuck it. 30.000 duimpjes omhoog. En dan maak ik een deel 2. Want als ik estafette loper Dennis de Menace mag geloven, dan wordt het nog veel spannender. Abonneer op mij. Like de video bij 30.000. Komt op deel 2. Ja. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei.